Vriend! Hey! Hey! Hey, hallo! Jij een beetje hier aan het crossen, je bent aan het sporten. Ja, ik heb geen toeters, dat moet ik zelf maar doen. Het is toch wel een leuke locatie hier, Martin, in Hoenderlo, hè, bij de Krim. Ja, ik ben even aankomen fietsen, of aankomen skielen, of hoe je het nog noemt. Skelteren, hè? Skelteren, skieten is wat anders. En ik moet zeggen, het is nog wel een eindje, hoor, van Apeldoorn hier. Vanaf Apeldoorn naar Hoenderlo? Ja, ik ben ook helemaal kapot. Ja? Ik ben echt moe, ik heb wel zin in een drankje. Dus, gaan we naar binnen? Neem jij een drankje, want ik moet met die artiest aan tafel. Ja, ik ga eventjes een drankje nemen, even een lekker sportdrankje nemen. En ik zie je zo meteen bij dat, hè? Nee, dan lopen we gezellig naar binnen en dan doen we dat daar zo meteen. Okay, we gaan samen eerst even een drankje nemen. Juist. Jongens, hebben we nog even de tijd. Hey, het is nog stil, Martin. Is er wel publiek vandaag? Ik weet niet, zou ik zeggen. Nee, maar is iedereen... Iedereen is weg. Iedereen is weg. Goedenavond. Ja, het duurt even. Ja. Het duurt even. Maar het is altijd zo met die mensen in Brabant, toch? Het duurt eventjes voordat ze op gang komen, ja, toch? Ja, ik vind het wel meevallen, hoor. Of maak ik geen vrienden? Ik maak wel redelijk goed. Kijken we de gezellige tafel we ook vanavond weer hebben. Maar voordat we beginnen, je ziet er goed uit, Martin. Ja, ik vind het zelf ook wel. Ik zie er afgekleed uit. Je ziet er echt ook uitgetraind uit. Ook nog, ja. Ik heb er heel veel getraind in deze 2 weken. Ja. Jij trouwens ook. Dankjewel. Kleed af, hè? Ja. Kleed af. Ja, kleed af. Maar in ieder geval, onze kledingsponsor die hebben ons weer netjes in de kleding gedaan. Juist. En daar zijn we blij mee. Jij gaat sportmomenten doen? Ik geef je vast een hand. Ja, hey. Ik weet trouwens even één ding voor mij vragen aan die vrouw die daar zit. Nou? Of ze vannacht bij mij wil slapen. Nou, dat is een andere uitzending waar wij dat in vragen, Martin. Dat doen we nou niet. Jessica, goedenavond. Goedenavond. Hier en ook uiteraard. En de kijkers in Apeldoorn ook. Aflevering Made in Holland met gezellig een Brabantse party wordt het. Brabant party, kun je eigenlijk wel zeggen, of niet? Jessica, ja. Brabant, we kennen elkaar altijd, hè? Gezelligste stad van Nederland, toch? Is het zo? Vind ik wel. Heel Brabant of... Breda toch wel, hè? Breda. Bijzonder. Ja. Wij kennen elkaar al een lange tijd. Klopt. En diverse keren ontmoet. Afgelopen keer nog bij Koninginnedag in Uggelen. Ja, ook gezellig. Dus, en nu in ons programma. Leon, Besley. Besley, ja. Is dat je artiestennaam, je eigen naam, de achternaam? Dat is mijn artiestennaam. Artiestennaam? Ja. Ja. En je eigen naam is? Gabriels. Oké. Okay. Van de biljarts. Waar kom... Oh. Maar Besley, waar komt dat vandaan? Ik ben eigenlijk begonnen als Elvis Presley imitator. En daar hebben we die naam van afgeleid. Oké. Okay. Destijds. Echte fan van Elvis? Ja. Grote fan. Komen we zo nog op terug. En dan Martin Buiks. Martin. Ja. We hebben Martin. En jij Martin. Dus. Ja. Ja. Schippersfamilie. Ja, dat klopt. Heel bijzonder. Ja. Ja, toch? Ja. Op de grote vaart, binnenvaart. Wat doen binnenvaart. Dus. En dan, hoe moet ik dat zien? Wat vervoer je? Zand, grind, kolen, containers, ouwijzer, graan, veevoeders. Eigenlijk van alles. Behalve vloeibare, geen olie of zo. Nee. Dat niet. En dan heb je alle tijd om te zingen in die stuurhut? Ja, daar heb ik dikwijls wel de tijd voor, ja. Daar is het ook ontstaan? Ja, je zingt eens mee met een liedje, hè, uit verveling. Hè, want je zit wel op te letten natuurlijk in die stoel. Maar hoe moet ik dat zeggen? Je hebt ook wel eens momenten dat het stil is natuurlijk. Ja, dan zet je de radio aan, ja, dan hoor je een liedje wat naar je zin is. En dan zing je dat eens mee. Ja, ja. Hoe is het bij jou begonnen? Dat is al een hele lange tijd geleden. Ik was 10 en ik had een eigen radiozender. En eigenlijk is het een beetje begonnen met liedjes meezingen van Jan Smit. En van het een kwam het ander. En op 10-jarige leeftijd bracht ik mijn eerste single uit Wie Danst Met Mij. Okay. Dus eigenlijk via de radio. Ja. Maar meezingen met een mannelijke liedjes? Ja, toen was Jan Smit met Ik Zing Dit Lied Voor Jou Alleen. Dus ik had een eigen programma en dan zong ik gezellig mee. Ja. En net een week of maanden daarna heb ik mijn eerste single zelf uitgebracht. Leuk. Ja, een eigen geschreven liedje. Ja. Elvis, je zei het al even, is dat je grote voorbeeld? Ja, dat is wel mijn grote voorbeeld, ja. Dat kan ik wel zeggen. Ja. Maar je zingt wel Nederlandstalig? Of ook, ik zing Nederlandstalig, maar ik heb in mijn repertoire natuurlijk ook wel Elvis-nummers zitten. Nooit het idee gaat om dat om te zetten naar Nederlandse nummers? Nee, dat vind ik niet klinken. Nee, toch niet, hè? Nee. Iedereen moet gewoon laten wat hij is. Ja, daar moet je ook niet aankomen. Nee. 1000 sterren stralen. Dat klopt. Dat komt bij jou bekend voor, denk ik? Ja, dat was een talentenjacht op tv waar ik aan meegedaan heb.
Hoe lang is dat geleden? Ja, dat is al een hele tijd geleden. Denk ik een jaartje of acht alweer dat het geleden is. Ja, en ja, dat was toen gingen ze op zoek naar de nieuwe Frans Bauer. Dus, en is toen, Gelredroom. Is toen Danny Versoest is dat geworden, Danny toen de winnaar. Ja, ja. Ik ben daar zelfs nog bij geweest met Omroep Apeldoorn nog. Ja. Hebben wij een making-of gemaakt over toen Emiel Hartkamp, die daar ook een hele dikke vinger in had. Ja. En Emiel is een Apeldoorner en zo kwamen we daar ook weer bij dat programma terecht. Dus een erg leuk programma. Heb je ver geschopt daar? Tot de laatste 10. Oké. Okay. Dus. Ja. En jij hoefde de snor er niet af te halen? Nee, gelukkig niet. Er was er wel eentje bij, hè? Ik had geen snor dus. Ja. Grote voorbeelden, André Hazes en Frans Duits. Ja. Is dat bewust? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het gewoon mooie muziek. Ja. Dus, en dan, als je voorkeur hebt bij die twee, wie? Ja, ik vind ze allebei hartstikke goed. Dus, Hazes is natuurlijk wel echt een volkszanger. Ja. Frans is het natuurlijk ook wel, maar ja, hij tipt nog niet aan... zeg ik heel eerlijk aan André Hazes, toch? Of zeg ik nou iets verkeerd? Nee, voor mij niet hoor, voor mij niet. Dus kijk, hij zingt zijn liedjes ook goed, vind ik zelf. Dus, maar je bent nog niet zo gek lang bezig, riep je net al even. Hoe lang ongeveer? Een jaar of drie. Dat komt zo in één keer op? Nee, eigenlijk niet. Nee. Kijk... Kijk, ik zong ze aan boord wat en dan hadden ze dat eens gehoord natuurlijk. En dan komt er eens een feestje en op die feestje was ook die bekende die dat eens gehoord had. En ja, doe eens wat zingen dan. En op een gegeven moment ben ik ook eigenlijk een klein beetje ontdekt door Leen Zijlmans. En die vertelde, hij heeft eens een keer een duetje meegedaan. En toen ben ik er eigenlijk een beetje verder mee gegaan. Ja. Jolanda Clement. Wil ik toch even... Ja, dat is... Daar ben jij op het ogenblik heel dik mee, hè? Ja, ze zeggen het. Ja, we gaan overal samen naartoe. Ja. Ja. Gezellig altijd. Ze is niet alleen je manager, maar... Alle mensen zeggen altijd dat het moeder en dochter is. En de meeste mensen die denken het ook, dus... Is dat zo? Ja. 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 Qua leeftijd had het gekund misschien. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik hoop niet dat ze kwaad wordt nou, maar... Nee, hoor. Maar je hebt ook nog een tijd bij... bij een hele bekende zangeres gezeten. En hoe ging dat eigenlijk daar bij haar? En dan doel ik natuurlijk op... Ik heb hele goede tijden met haar gehad. Maar ik heb ook heel veel slechte tijden met haar gehad. Tot we eigenlijk allebei hebben gezegd van... we kunnen beter ieder ons eigen ding doen. Ja. En daar hebben we misschien wel allebei goed aan gedaan. Ja. Corrie Konings gaat het om. Zie je die nog wel eens? Nee. Helemaal niet meer? Nee. Stoppen we daar ook mee. Ja, dat is misschien maar goed ook. Ja, nee, maar goed, het zijn toch punten wat jouw carrière eigenlijk toch wel geholpen heeft. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb hele leuke dingen gehad. Net Tros Muziekfeest op het plein, Mega Piratenfestijn. Dat zijn allemaal goede dingen. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel dingen in mijn carrière die minder zijn gegaan. En waardoor ik ook 4 jaar stilte heb gehad in mijn zangcarrière. Mm-hmm. Dus ja, er zitten altijd leuke dingen aan en ook minder leuke dingen. Ja, precies. Ja. De nummers die jullie gaan doen, wat zijn dat? Ik heb mijn laatste 2 singles. Laatste 2 singles? Ja. En? Ja, mij is gewoon Nederlandstalig en een paar nummers van mijn verschenen albums. Oké. Okay. Voor jou zelden natuurlijk. Ja. Mijn eerste 2 liedjes. Achter het roer. En Nooit wil ik van jou vandaan. Is het gek als ik zeg dat je misschien de Henk Wijngaard van de boot bent? Nee, omdat achter het roer, een beetje in die... Ja, daar hebben ze al, meer geroepen. Oh ja? Maar zo zie ik dat niet. Toch niet? Nee. Dus, bloed, zweet en tranen. Ideeën om daar aan mee te doen ooit? Ik niet. Ik ook niet. Jij ook niet? Ik weet het niet. Kun je nu nog niet zeggen? Nee, dat kan ik nou nog niet zeggen. Nee. Ja, er zijn al die programma's, ja. Komt er wel talent uit, komt er niet. Nou, ik vind het altijd zo zonde dat de mensen eraan mee moeten doen. Eigenlijk het tijd verdoen is, want de winnaar is al bekend voordat de mensen auditie doen. Dus dat zijn eigenlijk geen programma's. Is dat net zo? Ja. Jawel. Een gevoel heb je of... Nee, nou, dat gevoel is gewoon zo, ja. Ja, het is tv natuurlijk, wil een programma. We hebben Frank van Netten al een van de eerdere afleveringen gehad en... daar heb ik de vraag gesteld van, ben je niet bang als je als eerste op die stoel komt te zitten, dat je de hele uitzending
er kan blijven zitten of wat dan ook. En hij zegt, ja, het is tv. Dus, Je zit gewoon in een draaiboek en daar moet je in mee. Ja, ja, precies. We hebben genoeg gepraat, denk ik. Ik denk, Apeldoorn zit te wachten op de artiesten en niet op het gekwebbel. Nee. Maar Jessica, jouw nummers, maar jij mag de spits afbijten. Gaan we doen. Dus ik zou zeggen, ga naar je plek en laat ons genieten van het eerste nummer. Wat is dat? Baila mi amor. Ik kan het bijna niet uitspreken, maar het is ongetwijfeld mooi zijn. Jessica Malveit. Zomeravond liep hij ineens voorbij. Mijn droom die leek dan eindelijk werkelijkheid. Zijn lach is onweerstaanbaar wanneer hij naar me kijkt. Kon dit maar voor altijd zo zijn. Je brengt mijn hart tot aan op hol. Je maakt me gek, je staat al dol. Vertel me dat het echt voor altijd zo zal zijn. Mijn hart dat klopt alleen voor jou. Mijn leven draait alleen om jou. De zomer. De passie tussen ons is zo dichtbij. Met zijn lippen op de mijne zoent hij mij ineens gedag. Ik weet niet wat te doen, is dit het eind? Ik vraag hem hier te blijven, want we hebben alle tijd. De nacht die duurt nog lang genoeg, dus blijf bij mij. Je brengt mijn hart tot aan op hol. Je maakt me gek, je staat nog dol. De zomer is van ons, dus baila mi amor. Je brengt mijn hart tot aan op hol. Je maakt me gek, je staat nog dol. Vertel me dat het echt voor altijd zo zal zijn. Mijn hart dat klopt alleen voor jou. Mijn leven draait alleen om jou. Fulltime artiest of heb je ook nog gewoon werk daarnaast? Ja, ik werk nog 5 dagen in de week in de verzorging. Oude kontjes wassen. Oude kontjes wassen. Ja. Vandaar dat Rob dus net ook... Nou, kijk eens aan, ja. Volgende nummer, Jessica, wat is dat? Ja, mijn laatste nieuwe single, Ik kan echt zonder jou. Wie schrijft allemaal voor jou? Ja, daar worden altijd alle mijn liedjes voor geschreven, ja. Zelf niet? Nee, mijn laatste single is geschreven door Jeffrey Weber. En de volgende die op komst is, wordt ook weer een liedje van Jeffrey, ja. We gaan nog een keer genieten van Jessica Malveit. Je dat graag waard.
mooist van alle mannen. En denk dat elke vrouw weer naar je omkijkt als je lacht. Maar ik heb je nu echt voor goed verbannen. Dat had je zeker nooit van mij verwacht. Je maakte maar gebruik van al mijn liefde en je wist dat ik onzeker was. Maar ik hou nog wel mijn eer, ik hoef die mooie lach van jou niet meer. Lekker vrolijk nummer, toch? Lekker. Mooie tekst. Ja? Ja, mooie tekst. Zeker. Sportief ben je dat? Ik ga 4 dagen in de week naar sportschool. En dat, lukt dat? Ik word het winnaar. Ja? Echt wel? Nou, ga helemaal goed komen. Je weet wie er op dit moment nummer 1 staat? Michel Wolsen. Ik had niet anders verwacht. Ja, nou ja. Misschien dat hij door deze uitzending eraf gegooid gaat worden. We gaan proberen. Ga mee? Gaan we samen. Ik begeleid jou naar Martin. Het sportmoment, Jessica. Ben je sportief? Zeker. Ja, hè? Zei je net ook al binnen dat je sportief was. Dus we gaan het zien. Ken je Martin? Ja, zeker. Al lang? Hey. Nou, nog niet zo heel lang, maar ik ken hem wel. Dat komt goed. Dat komt nog goed, ja. 3 pijlen, gooien. Wil je boven Michel eindigen? Want die staat bovenaan, tot nu toe. Ik had het niet anders verwacht. Moet je meer dan 42 gooien. Wil je niet als laatste komen, moet je geen 1 gooien. Anders ben je wel laatste. Of niks natuurlijk. Ik ga ze proberen te raken. Ja, doe rustig aan, want ik heb... Mooi uit. Ga je gang. Waar ga ik hier? Je moet... nou, dat wordt niks. Ik zou zeggen, ga je gang. Pas op voor de camera, mensen. Dat zeg ik. Dat is de eerste die naast het bord gooit. De allereerste die naast het bord gooit ben jij. Dat vind ik al heel knap eigenlijk. Ik vind hem wel heel erg leuk. We houden hem erin. Wij knippen niet. Hè? Dat vind ik al heel knap. Nou ga ik alles fout. Oké. Okay. Twee. Dat zijn de 2 dan. Nu moet je goed. Ik ben er bang voor. Ja, bovenaan. Ik vind een applausje daar. Ja, bovenaan. Maar hier zitten de punten nog allemaal aan de pijlen. Ja, mag ik nog? Ik moet ingooien. We kunnen nog wat actie doen. Sorry. Okay. Nee. Ja, het is jammer. Het is... Nul. Dat is niet heel veel. Oké, dan mag je een liedje extra. Daar kan nog iemand onder hier komen. Oké. Okay. Wie dan? Ik heb geen idee. Ga jij hem nog gooien? Ik wil hem van zelfvertrouwen geven. Zijn koud. Er is niemand die van mij houdt, ik mis je. Dat ik jou moest verliezen. De vrouw die ik wil zien, die is er niet. Mijn hart doet pijn, ik heb verdriet, oh baby. Liefde kan zo mooi zijn. Yeah.
Je zegt dus over zijn uitgepraat, oh baby. Dit kan toch niet waar zijn, dus is die kleur en neem het terug. Oh, geef me je liefde, geef me nu toch al jouw liefde. Jij maakt mij zo blij, als je maar bij mij, ik liet je nooit meer gaan. Jack Jersey hier een beetje in terugkomen. Ja, die sound die heb ik. Ja. Ja. Ja, echt hè? Dus ja. Is het alleen liefdesliedjes wat jullie zingen in Brabant, maar ook jijzelf? Of gaat het eigenlijk overal wel over? Het gaat wel overal over. Ja, want wel veel liefde hè? Ja, heel veel liefde. Hebben jullie zoveel liefde? Wij in Brabant wel. Ja. Moet je een keer langskomen. Maar hier in deze regio ook hoor. Dus. Maar het is volgende nummer wat je gaat doen. Dat is Mijn Stil Verdriet. Mijn Stil Verdriet. Dus dat is weer een heel andere kant. Iets anders. Ja. Rustig nummer? Ja, rustig nummer. Nou, we gaan kijken. Leon Wesley. Ik zal eenzaam vannacht wel
Ja, ik vind het een pakkend nummer, een mooi nummer. Ja, dank u wel. Ja, echt. Sportief? Ja, zie je wel aan mijn buik, hè? Ja, nou, voor mij is het net zo. Dus. Gaan we een paar pijlen gooien? Gaan we doen. Ken je dat? Ja, vogelpikken noemen ze dat bij ons. Is dat zo? Ja, vogelpikken. Is vogelpikken, ja, dag. We gaan vogelpikken. Oké, okay, we gaan vogelpikken. Gaan we naar Martin toe. Oké. Okay. Ja, na het zware optreden moet je nog sporten ook. Oh, zoiets allemaal. Ja, echt lekker. Ik ken het nu nooit gedaan. Dit is Martin, de sportman, hè? Goedendag. Ja. Hallo. Kan hallo. Zien, hè? Nou, wil je boven Michel eindigen, ook voor jou geldt, boven de 42. En eigenlijk lager dan Jessica kan gewoon niet. Dus je, bij deze nou, ben je niet laatste. Of ik moet die pijlen onder de grond gooien. Dan, het zou kunnen, maar ik neem maar dat het niet gaat gebeuren bij jou. Nou. Ik zou zeggen, ga je gang. Daarom is houding niet zo goed. Houding is zo goed. Echt. Ik ben altijd kijk, lief. Oh. Nou, 40. Jongen, keurig. Jammer. Doe je dat vaker? Ja, maar dan bij mijn vriendin. Ja, maar met één pijl zeker? Ja. Ook ik ga altijd de boel. Het is nog steeds een net programma. Oké. Voor me staan. Hij kon de hele wereld aan. Door weer en wind riep hij alle hens aan dek. Achter het roer, dat was zijn plek. Ik heb heel veel van hem geleerd. En ook al ging er iets verkeerd, toch bleef hij altijd opgewekt. Denk vaak terug met veel respect. Hij leerde mij te varen, een koers recht door zee. Uit hetzelfde hout gesneden, ben nog steeds blij daarmee. Blijf gewoon jezelf, dat heeft hij vaak gezegd. Dat waren niet zomaar woorden, hij meende dat ook echt. En als het soms wat mistig werd, donkere wolken aan de lucht. Dan gingen alle luiken dicht en met een diepe zucht. Zei hij dan, het komt wel goed, morgen weer een nieuwe dag. Die wolken gaan vanzelf voorbij en met een brede lach. Ik zie hem hier nog voor me staan. Hij kon de hele wereld aan. Door weer en wind riep hij alle hens aan dek. Achter het roer, dat was zijn plek. Ik heb heel veel van hem geleerd. En ook al ging er iets verkeerd, toch bleef hij altijd opgewekt. Denk vaak terug met veel respect. Als trotse vader zag hij mij staan achter het roer. Zo'n hele kleine jongen, dat vond hij best wel stoer. Nu sta ik hier en denk, wat gaat de tijd toch snel. En weet nu dat het leven meer is dan een spel. En als ik soms wat tegen zit, dan voel ik hem dicht bij mij. Alsof hij dan weer naast me staat, hoor ik wat hij vroeger zei. Morgen weer een nieuwe dag, die wolken gaan voorbij. Dan zie ik weer die brede lach en dat maakt me weer blij. Zijn plek. Achter het roer, dat was zijn plek. Het is toch een bepaalde emotie, denk ik, wat je daarin meebrengt met het zingen, of niet? Zeker zo'n speciaal nummer?
Ja, het liedje gaat over mijn vader, die helaas overleden is, 5 jaar geleden. Ja. En ook te laten blijken dat ik super trots ben dat hij bij het vak heb geleerd als binnenvaartschipper. Ja. Was hij ook zanger erbij? Nee. Dus, hij heeft het wel meegemaakt nog dat jij artiest ging worden eigenlijk? Of? Nee, dat heeft hij niet meegehad. Dus, het volgende nummer. Wat is dat? Nooit wil ik van jou vandaan. Dus ja. Iets anders? Ja, iets heel wat anders. Ja. Dus Foxtrot, een beetje Foxtrot-achtig. Het nummer heeft zijn release gehad. En het doet het goed in Nederland, heb ik begrepen. Dus dat, we gaan het allemaal zien in Apeldoorn. En Apeldoorn gaat je ook op handen dragen met dat nummer. Het is te hopen. Blijf kijken naar Mede Holland TV. Met jou schijnt elke dag toch weer de zon. Niemand in mijn leven kan mij zoveel geven. Het is waar ik alleen van dromen kon. Nooit wil ik van jou vandaan. Je bent een deel van mijn bestaan. Je gaf je hele hart alleen aan mij. Mijn geluk dat kan niet op. Heel mijn wereld op zijn kop. Ons geluk gaat echt nooit meer voorbij. Onverwacht kwam jij in mijn leven. Een moment die ik echt nooit vergeten zal. Tot middernacht ben jij bij mij gebleven. Jij was de mooiste ster van het heelal. Nooit wil ik van jou vandaan. Je bent een deel van mijn bestaan. Met jou schijnt elke dag toch weer de zon. Niemand in mijn leven kan mij zoveel geven. Het is waar ik alleen van dromen kon. Nooit wil ik van jou vandaan. Je bent een deel van mijn bestaan. Je gaf je hele hart alleen aan mij. Mijn geluk dat kan niet op. Heel mijn wereld op zijn kop. Ons geluk gaat echt nooit meer voorbij. Jouw ogen zeggen mij altijd zoveel. Ik weet altijd precies hoe jij je voelt. Jij bent voor mij een schitterend juweel. En weet altijd precies wat ik bedoel. Nooit wil ik van jou vandaan. Je bent een deel van mijn bestaan. Met jou schijnt elke dag toch weer de zon. Niemand in mijn leven kan mij zoveel geven. Het is waar ik alleen van dromen kon. Nooit wil ik van jou vandaan. Je bent een deel van mijn bestaan. Je gaf je hele hart alleen aan mij. Mijn geluk dat kan niet op. Heel mijn wereld op zijn kop. Ons geluk gaat echt nooit meer voorbij. Ons geluk gaat echt nooit meer voorbij. Ja, lekker, lekker vrolijk, Foxtrotje. Ja. Hey, maar aan boord, wel tijd om iets sportiefs te doen? Ruime weken. Ja, ja. Maar jullie varen in Nederland, de binnenvaart uiteraard. Maar Nederland, België. Kun je dan je cd's overal in iedere plaats waar je aankomt mooi neerleggen? Nou, ik kom ook wel eens wat schipjes tegen die mij kennen en gezien hebben. En dan vragen ze automatisch al makkelijk een cd'tje kopen of makkelijk een cd'tje. Ja. Dus dat wordt al heel snel gevraagd. Ik ga jou meenemen naar het sportmoment van het DAT-competitie van Mede in Holland TV. En ik een hele leuke presentator, Martin. Dus klinkt bijna hetzelfde. Ik ga je voorstellen aan hem. Ga je mee? Ja. Ga voor mij uit. Zo. En je hebt wel een boog nodig. We hebben ook een boerendat hier nog. Dat is ook wat ruimer. Dit is Martin. Ja. Ja, dus Martin. Niet eroverheen. Martin. Ja. Hey. Hoi. Jij bent de duurdere naam.
Ja. Ik heb de ghetto-naam. Eén letter meer, hè? Juist. Ik zou zeggen, ga je gang boven de, 42, sorry, want dan sta je boven Michel. Maar en gooi veel te gooi ver, dat stuk zo eraf. Eerste plaats, dat vind ik nou van die vent. Tussen al die mannen. Hallo Piet. Zo. Het is al bekeken. Nou, dat kan een hele goede uitkomen. Maar Dien? Dat is de eerste plaats, 44. Ja. Kijk, een nieuwe winnaar op dit moment. Ja, koploper, laat ik het zo stellen. Ja, dan moet je wel maar bij komen. Zeg, kom er even gezellig bij, Jessica, kom er even bij. En, zeg. En jullie ook hier. Hey, nul, kom eens hier. Oh. Ga er gezellig bij Martin staan. Want, ja. Martin is ook nog op zoek. Echt waar? Ja, die zoekt altijd. Laat mijn vriendin maar niet hoor. Goed, er was weer een nieuwe koploper. Ja. En een nieuwe aflevering van Media in Holland. Absoluut. Hoe vonden jullie het? Hartstikke leuk. Dat is leuk. Hoe vond jij het, ondanks de darten? Gezellig. Ja, hè? Leuk, hè? Ja. Het is weer eens een keer iets anders. Ja, volgende keer gewoon in het bord. Ja, moet ik eigenlijk ook wel een voorsprong. Tussen al die mannen had ik eigenlijk wel... Ja, dat is eigenlijk... Ja, hè? Ja, goed, doen we een ander seizoen. Ja. We gaan het programma afsluiten met jullie. En dit was weer een aflevering van Made in Holland TV. En over 2 weken zijn wij er weer met een nieuwe aflevering, Martin. En dan hebben we ook weer nieuwe artiesten. Ook weer nieuwe artiesten. Gaan we ook weer pijlen gooien. Ook weer pijlen gooien. Ja. Dus Martin is er ook weer bij. Ik vind het nou wel leuk, zo anders. Ja. Blijf kijken naar Omroep Apeldoorn en natuurlijk naar Made in Holland TV. Tot over 2 weken.